Nou, van alle avonden die hier in Ede zijn gewijd aan dit felbesproken onderwerp, is dit eigenlijk de rustigste bijeenkomst. Ik was net even binnen en de publieke tribune zit weliswaar vol, zo'n 60 mensen schat ik. Maar voor de vergadering bij aanvang was het hier eerlijk gezegd ook niet druk. Er stond hier niemand die nog naar binnen wilde en dat niet meer kon. Het is natuurlijk vanavond ook geen inspraakbijeenkomst, het is de beslissende vergadering. En iedereen die hier eerder in Ede zijn mening kwijt wilde over de opvang van asielzoekers, heeft die gelegenheid natuurlijk ook al ruimschoots gepakt. En dan blijkt al dat ook gespreide opvang zoals hier niet rimpeloos verloopt. Daar komt ze. Het COA, de organisatie die de opvang regelt, ziet graag dat meer gemeenten Ede volgen. Al is het maar omdat op dit moment veel asielzoekers worden gehuisvest in verschillende vakantieparken. Die moeten snel leeg voor het komende drukke zomerseizoen. En gespreide opvang helpt daarbij. Dan zet je grote stappen met, zoals hier, één hoofdvestiging met basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs. En daar kunnen dan ook de andere asielzoekers op die kleinere locaties gebruik ervan maken. Dus dat helpt bij het onderbrengen van de duizenden asielzoekers op dit moment in de stad. Precies, wat ik hier in Ede de afgelopen weken heb gemerkt, is dat draagvlak toch opnieuw echt niet staat of valt met een getal. Hè? Met 200, 300 of 400 asielzoekers, maar vooral met het luisteren naar je eigen bewoners dat hier in Ede wil. Bijvoorbeeld veel mensen dus meewerken aan de asielopvang. Veel mensen hebben zich zelfs aangemeld als vrijwilligers, zoals de eigenaar van de bungalow die we net zag in het verslag. Maar uiteindelijk hebben de meeste Edenaren toch, ook na verschillende inspraakavonden, echt niet de overtuiging dat het gemeentebestuur hier achter in het raadhuis voldoende doet aan hun oprechte zorgen.